Hey jongens mensen, ik ben Koen van TrueGamingNL en tof dat je kijkt naar een gloednieuw avontuur in de TGNL gameplay. Vandaag spelen we Spy Fox in Operatie Melkweg. Of Spy Fox 1 Operatie Melkweg, het is maar hoe je het noemen wil. Ik denk dat ik het maar gewoon Spy Fox in Operatie Melkweg ga noemen. Dat maakt het allemaal weer een stuk makkelijker. Of gewoon Spy Fox, dat maakt het allemaal weer een heel stuk makkelijker. De man die we hier zo in beeld zien is Willy the Stick. Dat is al gelijk de schurk van de game. En ja, we krijgen al gewoon gelijk de grote schurk van de game te zien. Waarom? Ik heb geen flauw idee. Dat is de beauty aan dit soort kinderspellen. Je weet echt nooit wat je allemaal te wachten staat. Dat is ook het hele ding in dit spel. Niets kan mij nu nog tegenhouden. Zeg maar, het hele ding is... Willy the Sick is zeg maar tegen de zuivelwereld. Zeg maar, hij heeft een hekel aan melkproducten. Die gemaakt zijn van koeienmelk. Dus hij wil alles gemaakt hebben van geitenmelk. Dus dat betekent geitenkaas, geitenmelk, alles van geiten. Daar heb ik kriebels van. Ik weet niet waarom, maar dat is gewoon zo. Dat is zijn plan. Nee, en ik weet niet waarom hij op dat plan is gekomen. Ik weet niet wanneer hij op dat plan is gekomen. Het is in ieder geval een heel slecht plan. Omdat je zo aanbrengt dan. Daarom is het ook een kindergame. Hey! Dat maakt alles weer even een heel stuk makkelijker. Het ding van wat je hier allemaal ziet is... dit is een spionnenfilm. Je kijkt hier gewoon letterlijk naar James Bond. Oftewel 007. Dat is een van de meest bekende spionnen die er bestaat. En daar is dit een complete grap van. Ik denk dat ze gewoon ooit eens een keertje zoiets hadden van... James Bond, dat is een toffe film. Wij maken onze eigen versie van James Bond. En dan is dit er uiteindelijk uitgekomen. Allemaal dieren en shit. En ook gewoon... Fox. Spy Fox. Dat klinkt hetzelfde als... mijn naam is Bond. James Bond. Dat is het hele ding van de game. We proberen zoveel mogelijk referenties te maken naar James Bond. Ik vind het wel tof. In ieder geval. Er zullen vast wel mensen zijn die het hier niet mee eens zullen zijn. Maar ik vind het in ieder geval hartstikke tof. Dat hij ons wat meer kan vertellen over de zuivelcrisis. De enige foto die weet je wat ook het grappig is? Dat is Kaat Primaat. Mocht je die grap niet begrijpen, het is een aapje. En ja, een aap is een primaat. Dus dat maakt het allemaal weer even een heel stuk grappiger, vind ik zelf dan. Dus we gaan zo meteen naar Acitrophilos, waar het mobiel commandocentrum gebouwd zou zijn. En dat is uiteindelijk de bedoeling dat we daar kaatprimaat zullen ontmoeten. Nou, dat maakt het allemaal weer even een heel stuk makkelijker. Oh ja, dit is hoe we worden gewoon uit het vliegtuig gegooid. Ik weet niet of dat het een supergeil spionnenvliegtuig is of zo. Ik weet het niet. Maar ja, het maakt niet uit. Spy Fox in Operatie Melkweg. Dit is al gelijk een van mijn favoriete stukken van de game trouwens. Want Spy Fox heeft blijkbaar zijn parachute in zijn andere jas laten zitten. En ja, dan moeten we het doen met een van deze pennen hier. Want dit is wat de game al gelijk heel erg leuk maakt. Je kunt namelijk gebruik maken van allerlei spionnenspulletjes. En dit is een van de grappigste spionnenspullen die er zijn. Gewoon gebruik een pen. En dan moet je gewoon kiezen. Dan moet je gewoon raden welke de goede is. Wat ik net uit had gehaald was een ballon. Verjaardagstaart zit erin. Ja, want dat is logisch. In een pen hoort altijd een verjaardagstaart te zitten. Oh, oké, ik heb nu de goede. Dit is een scheetekussen. Zonder luchtje wordt het een kluchtje. Ik vind het leuk. Oh, leuk. Excuseer. Dat vliegtuig voer ook altijd. Oh ja, nu gaat hij even een hele flauwe grap maken over het vliegtuig eten. Ik vind het leuk. We zitten nu op het eiland Acitrophilos. En de bedoeling is dat wij onderweg gaan naar Kaat Primaat. Maar voordat we daar naartoe gaan, kunnen we nog wel eens een beetje gaan rondkutten. Want dat is natuurlijk waar we uiteindelijk voor komen. Kinderspellen. Ik speelde kinderspellen nooit echt voor het verhaal en om het uiteindelijk helemaal uit te spelen. Ik speelde ze gewoon om een beetje aan te kutten. Zoals we hebben hier deze vent hier al. Die laat even hele vette tatoeages zien. Moet je kijken, dit is fucking geweldig. Dan trekt hij zijn shirt open en dan zie je dit. Ik vind het mooi. En dan op de een of andere reden krijgt hij het weer voor elkaar om zijn shirt weer te fixen. Ik vind het mooi. We gaan hier wel eventjes naar beneden. Want hier vinden we namelijk een enorme boot waar we nog wel even niet in kunnen.
En als je op het raam klikt, dan zie je dit soort shit gebeuren. Ik vind het leuk. Dan gaan we wel eventjes hier naartoe. Want hier komen we namelijk bij de Feta-fabriek. En daar komen we later nog wel even bij. Het is een stalen deur en die is niet open. En die kunnen we ook niet openmaken met een karatentrap. We hebben hier al een Griekse kantina en een, ja, een gebouw ding of zo. Het ziet eruit als een kantoor. De deur is op slot. Ik heb geen flauw idee wat we daar nou eigenlijk precies mee moeten. Eigenlijk weet ik het wel, want ik heb de game wel eens een keer uitgespeeld. We gaan hier even naar binnen. Want hier moeten we dan wel eens gaan telefoneren. En als je dan een... je kan Kaatsprimaat direct gaan contacteren. Maar wat je ook kunt doen is je kan gewoon een volledig willekeurig nummer gaan intoetsen. Dit is wat ik vroeger ook heel vaak heb gedaan. Dan krijg je dit. Hallo, u bent verbonden met de kantoren van coöperatieven Zuivel voor elkaar. Al onze medewerkers zijn op het ogenblik met handen en voeten gebonden. Zodra we bevrijd zijn, nemen we contact met u op. Oh mijn hemel, dat is toch geweldig. Er is er nog... Ik ga er nog eentje intoetsen. Daarna ga je even serieus naar Kaatsprimaat. Want ik heb namelijk een gelukskoekje waar een toegangscode in zit met het juiste telefoonnummer. Zodat we uiteindelijk naar Kaatsprimaat toe kunnen gaan. Maar ik wil eerst wel even dit laten horen. Dit is fucking geweldig. Moet je opletten. Hallo, en met wie? Hoe kom je aan mijn nummer? Je mag me hier nooit meer bellen. Vast een verkeerd nummer. Ja joh, dat lijkt me echt duidelijk. Oké, we gaan nu even het gelukskoekje gebruiken. 555-9668. Ik ben blij dat Kaatsprimaat... Dat is wel een simpel nummer, zou je zeggen. Het commandocentrum van Spionkop. Ah, Primaat. Ik heb je nummer te pakken. Nu noemt hij, noemt Spyfox Kaatsprimaat voor de grap. Niet Kaatsprimaat, maar gewoon Primaat. Het aapgrappie. Leuk, man. Dit is wel een heel persoonlijk gesprek. Ik vind het zo leuk. In plaats van gewoon mensen gebruiken, heeft Humongous, want Humongous heeft het spel gemaakt, ervoor gekozen om alles met dieren te doen. En dat is eigenlijk het ding met Humongous. Of het zijn allemaal rare voorwerpen die praten, zoals auto's, of het zijn dieren. Ik vind het geweldig. Het was een idee van professor. Oh ja. Ja, dit enorm lange gesprek is eigenlijk vrij simpel. Kaatsprimaat die vertelt Spyfox over zijn missie. En Spyfox die maakt alleen maar grappige one-liners en leuke grappies ofzo. Ik heb geen idee. We krijgen allemaal spullen mee van Kaatsprimaat. Zoals bijvoorbeeld drachmen. Die moeten we dan gaan gebruiken om bijvoorbeeld shit te gaan kopen hier op het eiland. En dit is wel grappig. De spionnenspulletjes van de meeste spionnen. Die zijn altijd super geheim. En bijna een hartstikke onherkenbaar. En dit is een tandenborstel. Maar dit is dan weer een lasertandenborstel. Die gebruikt kan worden. Om door het allerdikste staal heen te snijden. Stijl, wat voor mij nou? Staal heen te snijden. En dat vind ik zo ontzettend. Tof. Ik vind het zo grappig, die spionnenspelletjes die ze altijd gebruiken in verschillende spionnenfilms. Ik vind het wel grappig in ieder geval. Oh, de Feta-fabriek. Oh, nou. Het ding is, we zien hier ook allemaal hele geinige dingen. Allemaal super mooie spionnenspullen. Zoals we zien hier allemaal computers, allemaal toeters en bellen. En je ziet hier, zie je een automaat. Dit is... voor de spionnenspullen. Alleen hij is leeg, dus we kunnen er nog wel even niks mee. En hier zien we op de een of andere rare reden een deur. En hier zien we nog een deur. Ik weet niet waar dat voor nodig is. Want we kunnen ook gewoon hierdoor naar binnen. Maar het maakt niet zoveel uit op zich. Het is ook niet echt heel erg nodig of zo. En daarachter is hier nog een hele ruimte waar we toch niet in kunnen gaan. Om de een of andere reden. Ik zie eigenlijk niet in waarom. Oh ja, dan heb je ook nog wel even je spionklok die gebruikt kan worden om naar het mobiel commandocentrum te gaan bellen, mocht dat nodig zijn. Dus dat is eigenlijk best wel heel erg handig om te weten. Oh ja, dan krijg je nu allemaal een nutteloze info van haar. Ja, ik heb het net allemaal uitgelegd. Ja, als je op die knop drukt, die ze nu naar beneden drukt, dan kun je dus contact opnemen met Kaatsprimaat. Er is nog wel even wat leuks aan de spionklok dat we eventjes kunnen gaan doen. Naast natuurlijk het contact opnemen met Kaatsprimaat.
Kun je ook nog wel even een beetje lol maken met het spelletje Dartele Duiker? Nou, dat is misschien wel leuk voor een andere gameplay video op 2GamingNL, maar dat gaan we sowieso een keertje doen. Dat is super leuk. Wat we ook wel even moeten gaan doen is het spel even opslaan. En deze noem ik dan gewoon gameplay of zo. Nee, dat past gewoon niet. Oké. Dan gewoon gameplay. En dan bedank ik jullie allen voor het kijken naar deze video. Als je hebt genoten hiervan, doe dan even dat duimpje omhoog. En voor nog veel meer van dit soort knotsgekke, leuke, maar vooral ook grote bullshit, inhoudloze dingen, video's. Dan moet je natuurlijk even abonneren hieronder deze video op de rode abonneerknop drukken. Dan abonneer je op 2GamingNL en dan mis je nooit geen video meer. En dan zie ik je graag de volgende keer terug bij een gloednieuwe gameplay video. Later!